Doordrukken en tegenhouden in Lightroom. Deze film gaat over het doordrukken en tegenhouden. En wat houdt dat simpel gezegd in? Dat houdt eigenlijk in dat we de donkere gedeelte nog iets donkerder gaan maken en de lichtere gedeelte nog iets lichter. En dat gaat best ver. Laat ik even vooropstellen. In Lightroom is dat eigenlijk niet zo prettig werken. Het gaat makkelijker in Photoshop, maar het kan ook in Lightroom. En deze film gaat even over dat ik het principe laat zien. En dan moet je zelf maar gaan beslissen uh, of je dat later in Lightroom wil doen of in Photoshop. Misschien heb je helemaal geen Photoshop, dan is de keuze snel gemaakt. Maar heb je dat wel, dan vind je hierboven nog een filmpje waar je het uitgelegd krijgt voor Photoshop. En persoonlijk geef ik daar de voorkeur aan. Wat gaan we doen in deze film? We gaan alle lichte partijen een klein beetje oplichten. En wat zijn die lichte partijen? Dat is bijvoorbeeld hier op haar gezicht. Um, dat is hier boven op haar schouder, maar ook bijvoorbeeld hier in uh, de witte jurk. En we gaan de donkere stukken nog iets verder terugdrukken. Dat is bijvoorbeeld hier achter op haar rug, maar ook bijvoorbeeld in haar gezicht, bij haar oogkas, onder de neus en op het jukbeen. En dat gaan we doen met een borstel. En dat doe je hier rechtsboven bij het aanpassingspenseel. Wanneer je erop klikt, dan komt er een nieuw menu tevoorschijn. En dat nieuwe menu, dat lijkt vrij veel op wat je gewend bent. Alleen, dit is gekoppeld aan een kwast. En met die kwast kan ik gaan bepalen waar het zichtbaar is. Je ziet, ik heb de aanpassingen en onderaan heb ik het penseel. En als ik boven de foto ga zweven, dan zie je ook dat ik dat penseel krijg. Ga ik het aanpassen, dan zie je bijvoorbeeld dat de grootte verandert. En de doezelaar bepaalt. Uh, ja zeg maar de straal eromheen, hoe hard het uitloopt. Zet je het helemaal links dan krijg je een harde kwast en zet je het helemaal naar rechts dan heb je er nog een zacht verloop bij. En dan heb je de stroom en je hebt de dichtheid. In dit geval houden we de dichtheid lekker laag. En ik ga om te beginnen is gewoon de lichte partijen een beetje uitwerken. Ik zet de hooglichten helemaal open en de witte tinten zet ik ook een vrij, stuk, vrij aardig stuk open. En vervolgens ga ik aan de slag. Eventueel kun je de kwast nog groter en kleiner maken met de haakjes toetsen. En laat ik eens hier beginnen. Langzaam verf ik gewoon over de witte stukken. En af en toe pas ik de kwast een klein beetje aan. En je denkt nou misschien van: hé hey Jeroen, ik zie eigenlijk gewoon helemaal geen bal veranderen. Nou, dat kan kloppen, want het gaat er eigenlijk ook om dat het allemaal in hele kleine beetjes gebeurt. Sterker nog, ik zie het effect gebeuren. En dadelijk ga ik het nog een beetje verder terugzetten. En zo ga ik dus een hele hoop punten langs. En eventueel kan ik de hooglichten gewoon nog wat terugdraaien. Als mede de witte tinten om het allemaal een klein beetje verder te tomen. Heb ik nou veel verschil met wat ik daar straks had? Op zich, ik denk het wel. Laat ik gewoon eens een klein beetje vergelijken. Dit is het origineel. En dit is wat we dus met gedaan hebben. Nou, wil je nou het masker zelf zien, dan kun je op de O drukken. En dan zie je in het rood al mijn kwasten die ik zeg maar heb, uh, heb neergezet. En je ziet bijvoorbeeld ook dat ik op de hand heb geschilderd. Nou, dat was misschien niet helemaal de bedoeling. Op zich is het vrij makkelijk. Bij de kwast kan ik gewoon wissen selecteren. En ik blijf dan een borstel houden, maar in plaats van een plusje erin staat er een min in. En ik kan gewoon heel eenvoudig dit weghalen. En dan is mijn effect daar niet van toepassing. Selecteer je nou A of B, dan ga je weer naar een gewone kwast. En de bedoeling is dat we dit dus ook voor het donker doen. En ik ga gewoon een nieuwe kwast aanmaken. En in plaats van de hooglichten en de witte tinten werkt dat natuurlijk met de schaduw. En de zwarte tinten. En ook hier geldt gewoon weer lekker kwasten. Maar in plaats van over de lichte delen te gaan, ga ik nu een klein beetje over de donkere delen. En de delen die natuurlijk al helemaal zwart zijn, dat heeft geen zin om daar overheen te gaan. Maar vooralsnog. De donkere partijen zijn niet helemaal donker. Als je nou een beetje ingezoomd bent over de foto zoals ik en je wil een klein stukje zakken. Kun je gewoon de spatiebalk ingedrukt houden. Krijg je een handje en kun je de foto verplaatsen. Dat werkt een heel stuk makkelijker als iedere keer links naar het navigatorscherm gaan en het daar doen. Nou, op zich ben ik hier wel, uh, wel happy mee. En in totaal het verschil gezien. Dit is de before. En dit is de after. Nogmaals. Ik ben voorstander om dit in Photoshop te doen omdat je gewoon meer controle hebt. Kijk gewoon in het filmpje wat onderaan in de beschrijving van deze film staat. Photoshop is gewoon makkelijker, maar het is even om te laten zien dat het in Lightroom ook kan.